De Nieuwjaarsduik, een ware Hollandse traditie. Ook dit jaar weer zal er een plaatsvinden op het strand van de Oosterplas. Ruim 750 deelnemers worden verwacht. Daarmee is de duik in Zettingenbos een van de grootste van Nederland. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de Bosse Reddingsbrigade en staat bekend om zijn gezelligheid. Het startschot zal op 1 januari om 1 uur worden gegeven. En voor degenen die er geen genoeg van kunnen krijgen, vindt er voor het eerst dit jaar ook een duik plaats aan het strand van de Grote Wielenplassen in Rosmalen. Deze zal om 2 uur van start gaan.